Yo allemaal, mijn naam is Kalvijn en ik vraag me vandaag af, kun je doen alsof je leraar bent? Terwijl je eigenlijk helemaal geen leraar bent. Ik ga het vandaag testen. Kun je doen alsof. Goedemorgen dames en heren. Momenteel word ik omgebouwd en getransformeerd tot leraar meneer De Ruiter. Dus ik ben nog even aan het ontbijten. Het doel van vandaag is om alle leerlingen, of in ieder geval zo groot mogelijk gedeelte van de leerlingen, te laten geloven dat ik een leraar ben. Of ze denken halverwege, hé, dit is helemaal geen meneer De Ruiter, maar dit is gewoon Kalvijn met een masker op en een pruik en een baard. Na het uur zal ik er dus achter komen of je kan doen alsof je leraar bent, terwijl je eigenlijk helemaal geen leraar bent. Ik heb er zin in, dames en heren. De leerlingen komen nu binnen. Ik ben best wel een beetje nerveus. Komt omdat al deze leerlingen mij waarschijnlijk kennen. Of in ieder geval het grootste gedeelte. Want het zijn middelbare scholieren. Kijk op YouTube, telefoons, bla bla bla. Dus deze wordt echt fucking moeilijk. Ik ga ze vertellen over het lichaam en over botten en shit. Maar jongen, ik weet nog niet eens waar het fucking jukbeen zit. Een uur lang biologieles van meneer De Ruiter. Ik ben heel benieuwd. Oké, goedemorgen allemaal. We hebben elkaar een tijd niet gezien, dat is een maand geleden alweer. Ik heb iemand meegenomen. Dit is mijn oude docent van het Regius College in Schagen, mijn oude biologiedocent. Die het meeste weet van biologie. En die komt vandaag een gastlesje geven aan jullie. Jazeker. Misschien dat je jezelf even voorstellen? Ja, jazeker. Mijn naam is meneer De Ruiter. Ik heb hier mevrouw Dol tijd lesgegeven. Het leek mij fantastisch om hier een dagje mee te komen draaien. Dat ik eigenlijk al ben gepensioneerd. Maar ik vond het nog wel heel erg leuk om eens in de zoveel tijd een lesje te geven. We gaan vandaag wat leren over het menselijke lichaam. Ik kap je soms graag af. Ik vind twee dingen heel erg belangrijk in mijn lessen. Eén is toch wel een bepaalde gedrevenheid. Dus het feit dat we hier vandaag zitten om onszelf beter te maken, onszelf wat te leren. En daarnaast het feit dat je stil bent als ik praat. Is dat allemaal duidelijk? Het skelet, de botten, hoe het allemaal met elkaar in verband staat. Wat ervoor zorgt dat jouw handen bewegen op het moment dat jij wil dat ze bewegen. En wat voor signalen vanuit jouw hersenen naar jouw botten gaan om ervoor te zorgen dat dat ook echt gebeurt. Dat in samenkomst met de spieren zorgt ervoor dat wij als homo sapiens, zo heten wij als mensen, kunnen bewegen en kunnen doen wat we willen. De een wat flexibeler dan de ander. Ik inmiddels helaas niet meer zo flexibel. Maar jullie denk ik nog wel. Wie denkt dat het scheenbeen vooraan zit? Vooraan het been. Wie denkt dat het scheenbeen achteraan de been zit? Je scheenbeen zit aan de voorkant. Voetballers hier zullen weten dat je... Het woord sukkel zou ik zelf niet gebruiken in mijn les. Dus dat zou ik even duidelijk willen maken. Voetballers zullen weten dat je scheenbeschermers draagt. Dat is om ervoor te zorgen dat je scheen niet breekt. Bij een lastige sliding of een tackle zou dat zomaar eens verdomde fout kunnen gaan. Ik hoop dat jullie allemaal een etui hebben met een pen of een potlood. En dan zou ik jullie graag even op de proef willen stellen. Dus ik geef jullie aandacht, mag. Ook achterin, even jullie aandacht. Allemaal. Jullie mogen een klein beetje overleggen onderling. Dat is geen probleem. Nee, dat doet er iets. Ik denk... Het is geen been. Dit is geen been. Dit zijn allemaal leerlingen. 15-jarig. Die kijken allemaal mijn video's. En... die zijn fucking argwanend. En dan kom ik voor de klas staan als een soort oude man, meneer De Ruiter. Ik moet gewoon stevig, sterk in mijn schoenen blijven staan. En ik moet gewoon niet toegeven, niet in de lach schieten. En dan moet het goed komen. Maar ik zie ze allemaal kijken. Allemaal kijken ze me aan. Okay. Maar ik weet daarnaast ook helemaal geen reet van biologie. Dus dit wordt echt een grote grap. Lukt het? Zeker. Oké, ik zou het heel even centraal willen houden. Ik begin bovenaan met nummer 1. Vraag of een van jullie denkt te weten wat het... Stilte graag. Stilte graag. Dank u. Vraag aan een van jullie of jullie denken te weten. Op het moment dat je vrij zeker denkt te weten wat het is, mag je je hand opsteken. Vraag ik het en zal ik vertellen of het goed is. Nummer 1. Schedel. Correct. Wie van jullie had schedel? Niet liegen. Dag mevrouw. Wat bent u laat? Dag. Mijn naam is meneer De Ruiter. Ik kom vandaag. U was er net ook. U verdween eventjes. Zou u de volgende keer willen vragen aan mij of u de zaal mag verlaten? Nummer 2. Nee, helaas. In mijn tijd noemen we dat het jukbeen. Het jukbeen. Er zijn verschillende benamingen voor beenderen en botten. Zouden we jullie willen vragen om stilte? Stilte graag. Het is inderdaad de hals. Het is niet de hals is niet het bot. Moet je antwoorden opschrijven? Het is in het halsgebied. En we noemen dit het halsbeen. Nummer 4, het halsbeen. Loopt hier. Hoor je twee mensen lachen? Ik wil graag stilte in de klas. Ik wil graag stilte in de klas. Nummer 5, ik hoor wat. Ik zal jullie vragen om je vinger op te steken. Als je denkt het te weten. Nummer 6 is inderdaad. Maar nummer 5 is het sleutelbeen. Ik hoorde hem al een aantal keren. Nummer 5, sleutelbeen. Nummer 6. Hoorde hier iemand praten? Ja, dat mag even klassikaal. Zegt u het maar. Blijkbaar niet helemaal, want veel van jullie weten het nog niet. Goed. Ik zie daar een mevrouw achterin op haar telefoon zitten. Dag mevrouw. Ik dacht dat het duidelijk was dat hier regels gelden. Ik zou graag uw telefoon. Ik krijg hem aan het eind van de les weer terug. Dank u wel. Nummer 6, iemand. Geen van jullie een idee? Schouderblad. Schouderblad, inderdaad. Voor Danny schrijf je mee. Zou dat alsjeblieft willen doen vanaf vandaag? Dankjewel. Nummer 7. Het borstbeen, inderdaad. Meneer achterin, wat is uw naam? Diego. Diego. Applaus voor Diego graag, dank u. Ja, fantastisch. Nummer 8. Simpel. Hoe heette deze jongens hero in de borstkas? Ribben. Een rib. Inderdaad. Net als in het steakhouse. Een rib. U mag het opschrijven. Nu wordt het spannend. We arriveren in de erogene zone. Dat is de zone die denk ik voor jullie niet onbekend is. Het is waar het op jullie leeftijd allemaal een beetje begint te werken. We kunnen het over de bloemetjes hebben en over de bijtjes. Maar dat doen we de volgende keer. Nummer 13. Nummer 13. Helemaal andermaal. Het heiligbeen, correct. Wie van jullie kent de term voortplanten? Niemand. Niemand. Oké, 14. Dit is een hele lastige. Dat is ook een vreemde benaming. Scheve rectumbeen. Scheve rectumbeen. Scheve. Rectum. Scheve rectumbeen. Zullen willen vragen om het een keer hardop uit te spreken. Nogmaals, scheve rectumbeen. Scheve rectumbeen. Jazeker, scheve rectumbeen. Scheve rectumbeen. Scheve rectumbeen. Scheve rectumbeen. Allemaal graag. Scheve rectumbeen. Nummer 22. Klopt. De voet. Wie van jullie houdt van voeten? Wie van jullie haat voeten? Juist. Desalniettemin zijn ze essentieel voor ons lichaam. Hoe zouden we onszelf anders kunnen vervoeren? Kunnen bewegen? Inderdaad, niet. Hartstikke goed. Ik zou jullie willen vragen om je boeken open te slaan op de plek waar jullie zijn gebleven. Deze mooie woensdagochtend. Oh mijn god. Volgens mij hebben ze me door. Niet allemaal trouwens. Want als ze me echt door zouden hebben, zouden ze ook wel echt dat hardop zeggen. Zo van, ja, met Kalvijn, dat hebben ze nog niet gedaan. Dus ze zijn nog aan het twijfelen. Maar ik loop alleen mijn boel zitten lullen. Ik ben echt benieuwd hoe dit afloopt. Wat aan het werk? Kraakbeen. Weet iemand van jullie wat het kraakbeen is en waar het belangrijk voor is? Jazeker. Het zit in totaal op 77 plekken in het lichaam. 77 plekken bevindt zich kraakbeen. Ik zou jullie willen vragen om eens even aan je oor te voelen. Te kijken wat je voelt. Een flexibel bot. Een flexibel bot. Stilte graag. Ook de neus. Je kunt even de neus voelen. Graag de neus voelen. Als het goed is kun je je neus indrukken. Dat betekent dat er kraakbeen in zit. En kraakbeen zorgt ervoor dat iets blijft staan, dat iets goed blijft staan, dat iets sterk is, maar tegelijkertijd toch ook flexibel. Er zijn ook bepaalde gedeeltes in de erogene zones waar dat van toepassing is. Kraakbeen is niet hetgeen wat bij de mensen alleen maar heerst. Het heerst ook in het dierenrijk, voornamelijk bij paarden. Paarden zijn voor mij zeer belangrijke beesten omdat ze voor 37% zijn gemaakt van kraakbeen. Daarom zijn paarden flexibel, snel, groot, sterk. Stilte graag. Paarden zijn statige dieren. Maar het komt omdat ze zoveel kraakbeen bevatten. Dat de overtollige mate van kraakbeen ervoor zorgt dat ze sterk blijven. Dat ze stoer blijven. Dat ze blijven staan. En dat ze jarenlang mee kunnen. Weinig paarden worden ouder dan 35. Paarden gaan ook soms op jonge leeftijd dood. En dan zijn het nog ponies, inderdaad. Voordat het kraakbeen werd ontdekt, de paarden, een van de eerste wezens waarvan men kon vaststellen dat het kraakbeen bevatte, waren daarvoor nog andere beesten. Beesten die inmiddels niet meer onder ons zijn, die allemaal zijn verdwenen. Jazeker, dinosaurussen. Dinosaurussen zijn groot, statig, net als de paarden. Ivoor. Wie weet wat ivoor is? Een olifant heeft ivoor. Neushoorn heeft ivoor. Eenhoorns hebben ivoor. De hoorn van de eenhoorn is niet flexibel, dat komt omdat er ook daadwerkelijk ivoor in zit. En dat ervoor zorgt dat de hoorn blijft staan. Nee. Ik merk een bepaalde mate van bijdehandheid hier rechts. Dat is niet erg. Ik was precies zoals u toen ik op school was. En ik antwoord. Zo komen we elkaar tegemoet. Ik ben even het lokaal uitgegaan. Wat nu is... Mevrouw Dol, Lois, is aan de klas aan het vragen wat ze ervan vonden. Oké, we hebben nu een gastlesje gedaan natuurlijk. Ik denk dat ze het wel heel leuk vonden en heel interessant, maar dat ze me niet helemaal geloven. Wat is jullie mening daarover? Zullen we dit vaker doen? Ik heb gewoon leerlingen recht in de ogen aangekeken. En dat ze wilden zeggen, jij bent toch Kalvijn, dat ze het niet durfden te zeggen. Ja. Nu is het moment. Ik ben heel benieuwd wat ik straks ga aantreffen. En ook heel benieuwd naar de reactie op het moment dat ze erachter komen dat ik niet meneer De Ruiter ben, maar gewoon de boy Kalvijn. Mag ik nog heel even de aandacht? Even de stilte graag. Ik zou jullie willen vragen. Mochten jullie hand opsteken op het moment dat jullie het een interessante les vonden. Dan zou ik jullie willen vragen om even naar die kant van de kamer te kijken. En te zien dat daar toch een... Ik zou jullie willen vertellen, mijn naam is Kalvijn. Oh, ja. Applaus voor jezelf. Ik wilde vandaag testen of je kan doen of je leraar bent, terwijl je eigenlijk helemaal geen leraar bent. Dat heb ik met heel veel verschillende beroepen gedaan de afgelopen weken. Ik kon niet echt beoordelen of ze echt geloofden dat ik een leraar was. Oh, een deel wel, ja. Deel wel, deel niet. Eerlijk, wie geloofde het, zeg maar? 2, 4, 6, dus zijn ongeveer de helft van de mensen geloofden het aan het begin. De antwoord op de vraag, kun je doen alsof je leraar bent, terwijl je eigenlijk helemaal geen leraar bent? Ik denk dat het niet kan, nee. Fantastisch dat jullie keken naar deze aflevering van Kun je doen alsof. Ik heb het niet gehaald en dat vind ik heel spijtig, maar ik wil jullie wel bedanken. Abonneer op mijn kanaal, mijn naam is Kalvijn. Tot de volgende keer. Scheve rechterbeen!